Vandaag wil ik het graag gaan hebben over twee dingen. Hergebruik van ICT-middelen binnen de overheid, tussen overheidsinstanties. En dan maakt het mij niet uit of het nou rijk, provincies, gemeenten, ZBO's, waterschappen zijn. En het andere onderwerp waar ik het over wil hebben is dat vandaag min of meer officieus de lancering van de Stichting Hergebruik Overheid met deze presentatie plaatsvindt. We zijn al onder het wateroppervlak bezig geweest, maar vandaag gaan we echt zeg maar als ijsberg omhoog. En het eerste wat dan speelt is hergebruik, wat is dat? Nou, dat kun je, laten we zeggen, recycling van huisvuil onder verstaan. Maar hergebruik in de betekenis van vandaag is heel specifiek het vrijelijk gebruiken van ICT-oplossingen, tegen software bijvoorbeeld, maar dat kan ook data zijn, kunnen ook standaarden zijn. Maar vandaag spitsen we ons even toe op software, die vrijelijk gebruikt kunnen worden door uw collega's. Stel, u hebt iets gemaakt en 10 mensen binnen één en dezelfde afdeling maken van die ene specifieke applicatie bij een gemeente gebruik. Maar de buurgemeente die wil ook graag eenzelfde soort functionaliteit. Dat betekent dus, sorry, ik merk dat ik niet helemaal goed zit. Dat betekent dus dat die buurgemeente de gelegenheid heeft om of die applicatie ergens in de markt te kopen of het zelf te maken, maar liefst zeg maar te lenen van de buur, van de originele gemeente. Dat kan in wezen ook makkelijk, want de eerste gemeente heeft het gemaakt en als die nou zegt ik maak er een open source stuk software van met een open source licentie die vrijelijk gebruik toestaat, dan kan dat gewoon keurig gedeeld worden. Maar we hebben het een beetje over techniek nu, maar hergebruik is ook meer dan alleen techniek. Het gaat erover van hoe richt je gezamenlijk dadelijk het beheer, onderhoud en die doorontwikkeling in. Als twee gemeentes samen willen werken, dan zie je al heel snel bijvoorbeeld dat er een heel traject moet met burgemeesters die elkaar kennen, maar wethouders nog niet. Die moeten een keer met elkaar gaan praten. Dan moeten de afdelingshoofden het ook nog met elkaar eens worden. Daar worden vaak vuistdikke contracten opgesteld, zeker als er meerdere partijen bij betrokken zijn. En wat wij met de Stichting Hergebruik Overheid voorstaan, is een wat flexibelere, lichtvoetigere organisatievorm, waar, laten we zeggen, geen vuistdikke contracten aan de grondslag liggen. Denk bijvoorbeeld aan DIMPACT of GovUnited. Maar waar je dan, laten we zeggen, meer op echt individuele basis aan kan deelnemen. Ook meer vrijwillig, niet vrijblijvend, maar wel vrijwillig. En waarin je dat stukje samenwerking nader vorm kan geven. Bij hergebruik hebben we in het verleden wat vaker al de afgelopen 2 jaar gezien dat ik heb een leuke oplossing en ik zeg van goh, iedereen mag het gebruiken, ik zet het naampje ergens op mijn website, bel me als je het wil gebruiken en dan stuur ik het je op een schijf toe. Wat simplistisch gezegd, maar dat gebeurt. Wat, laten we zeggen, dan eigenlijk gaande is oké, u vraagt mij iets, ik gooi het naar u toe, over de schutting. En u bent helemaal, zeg maar, op uzelf, want hebt u een installatiehandleiding? Is er een andere type documentatie die u nodig heeft? Weten gebruikers wat ze ermee moeten? Vaak is die zelfgemaakte software niet voldoende gedocumenteerd. Nou, dan is het misschien handig om te zeggen met gezamenlijk, van joh, zullen we samen dan die documentatie eens op gaan zetten. Samenwerken is denk ik toch een toverwoord voor de komende jaren binnen de overheid. En dat kan al dan niet gedwongen door fusies zijn, maar als het wat meer vrijwillig is, dan sorteer je al een beetje voor in een positieve zin. Het is ook hergebruik van oplossingen heeft ook een tweede voordeel en dat is dat je naar een verdergaande standaardisering kan.
Nu heb je voor, om eventjes binnen de geosfeer te blijven, voor het beheer van de weg, grijs, het groen, de gras en de bomen, blauw voor het water, heb je vaak verschillende pakketjes. Nou, en als het dan samengevoegd kan worden, dan is er een grote merknaam overheen gezet, maar die werkt niet zo snel samen met de merknaam ernaast. Als nu iedereen, dat is even de toekomst, hè, zegt van jongens, we gebruiken gewoon die ene applicatie, dan is, laten we zeggen, al over het onderhoud en beheer al geen kwaad woord meer te zeggen, want dat deel je dan met bijvoorbeeld 400 plus gemeenten. Ik weet niet op het moment hoeveel er nog zijn, maar 400 plus was me net gezegd. Dat heeft een paar hele grote voordelen op het gebied van kostendeling. Simpel feit, een simpel rekensommetje zegt, als ik voor het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van mijn eigen applicatie een x bedrag betaal, dan ben ik dat jaarlijks kwijt. Nou, met de komende, zeg maar, bezuinigingsronde, of die al eigenlijk gaande is, moet je 30 tot 40% bezuinigen. Zeg even voor het gemak 30. Dan heb ik 70% budget over. Om die 100% eigenlijk die ik nodig had te kunnen verwezenlijken. Aan activiteiten, werkzaamheden voor beheer, onderhoud, doorontwikkeling, etc. Deel ik het met 10 anderen, dan hoef ik maar 10% te betalen. Nou, en dan doe ik even dit. En dan zeg ik 70 min 10, hou ik 60 over. Hey. En als ik dat nou over de volle breedte van mijn applicatielandschap doe, dan hou ik zelfs geld over. Als iemand zegt dat klopt niet, nou, dan zeg ik van oké, dan laat dan de extra inspanning die je moet doen om dat samenwerken uit dat eerste puntje vorm te geven. Om dat echt, laten we zeggen, ook goed te kunnen managen en uit te kunnen voeren, doe er nog eens 10% bij. Nou, dan zit je in plaats van 60 op 50% winst. Nou, iedereen die dat niet wil, die snap ik niet. Maar ik denk dan ook altijd vanuit mijn rechterkontzak. Dus dat, dan denk ik, hier ligt echt een absolute kans voor de toekomst. En het laatste punt, dat is niet het onbelangrijkste punt. Je hebt ook verbetering nodig op jouw applicatie. Nou, hoe meer mensen het gebruiken, hoe meer input je krijgt. Hoe meer feedback op, is het de juiste functionaliteit die erin zit? Is de interface wel prettig genoeg? Dus hoe meer input je krijgt vanuit de eindgebruikerskant, hoe volwaardiger uiteindelijk die applicatie kan worden. Het heeft ook een tweede voordeel. Het is wat continuer dadelijk, duurzamer. Want als één persoon iets gebruikt, dan is het makkelijker in de vuilnisbak te gooien dan als er gewoon 100 staan. Die zeggen van, hey, ik gebruik dat. Ik raak dadelijk een heel wezenlijk hulpmiddel bij mijn werkprocessen kwijt. Vanuit een technisch oogpunt geldt ook, sorry, ik ga nu dat ding echt mollen. Hopelijk lukt het nu. Heb je ook, laten we zeggen, het voordeel van verbetering op technisch vlak. Meer gebruikers betekent ook dat er, laten we zeggen, als je dat goed aanpakt, meerdere implementatiepartijen bij betrokken kunnen raken. Meer dienstverlening op kan ontstaan. Betekent dat je een stukje leveranciersonafhankelijkheid kan creëren, maar ook dat er meer technici, en dat noemen ze dan in internettermen, open source termen, eyeballs, naar die software kijken onder de motorkap en kunnen zeggen van hey, daar zit een bug, daar zit geen bug, maar ik zal het even voor je verbeteren. Waar komt dat hergebruikbegrip eigenlijk vandaan in de ICT-betekenis? 1968 werd er door, een co-ouderschap op Unix noem, Douglas McIlroy van Bell Laboratories, een statement gezet. Lees hem. En als je jezelf als programmeur uit de markt kan zetten, je overbodig kan maken, dan doe je het dus goed. Dat was 68. Dus, en wat hij eigenlijk zegt is, jongens, ga niet elke keer het wiel opnieuw uitvinden, maar gebruik wat je voorganger heeft gemaakt, verbeter het enigszins misschien, maar ga in godsnaam niet helemaal weer van de bodem af aan en vanaf het fundament af aan beginnen. Is het even 30 jaar stil en dan is de
wat ze dan noemen in Amerika, we hebben dat niet zo'n ministerie, Director of Office of Management and Budget. Nou, een soort van bedrijfsbureau noem ik het maar binnen de VS. En die heeft de Reins Rules opgesteld. Naar aanleiding van een aantal landelijke ICT-projecten die gierend uit de bocht liepen. Als wij ons zorgen maken over 100 miljoen, dan kun je je voorstellen dat in Amerika daar, laten we zeggen, nog wel nul aan vastgeplakt mag worden. Nou, daar hadden ze in 96 al inzicht in. En die zei van, hey, jongens, we zijn elke keer het wiel opnieuw aan het uitvinden. Waarom gaan we niet kijken, in eerste instantie, wat hebben we al in huis, ergens binnen onze administration, en wat kunnen we daarvan gebruiken? Hergebruiken. Nou, dan zie je dat het een keer in Europa terechtkomt. En dan heeft de Europese Commissie het ISA-programma neergezet in 2010. En dat is gericht op, zeg maar, uitwisseling tussen lidstaten van ICT-inzichten, standaarden en ook applicaties. En daarmee proberen ze, zeg maar, een stukje kwaliteitsverbetering te krijgen. Maar ook aan de andere kant, Europa is al duur genoeg, voor de lidstaten in ieder geval een bepaalde besparing teweeg te brengen op termijn. Nou, dan kijken we naar Nederland. Dan een jaartje later dan 2010 zitten we weer. En Maarten Hillenaar zegt het, ik noem het altijd eventjes op een hele korte, droge, nuchtere wijze. Ga geen dingen bedenken die we al hebben. Tot zover een stukje legitimatie. Dan wil ik het hebben over belanghebbenden. Wie zijn bij hergebruik belanghebbenden? Ik hoop dat er hier ook een paar in de zaal zitten, want die moeten zich aangesproken voelen door een initiatief om te gaan hergebruiken. We hebben dan enerzijds de overheden. In alle soorten, maten en ergens in die keten. Daar zullen vast wel ergens meer generieke, gelijksoortige taken en werkprocessen te vinden zijn. In de gemeentelijke wereld zie je zoiets als het zaaksysteem. Het is een beetje een ongedefinieerd begrip. Je kunt er verschillende invullingen aan geven. Maar daar liggen werkprocessen aan te grondslag, informatieprocessen. En die zijn voor, volgens mij, voor 99,9% van alle gemeenten absoluut hetzelfde. Maar niet alleen voor het generieke deel van het werk. Ook voor meer specialistische taken. Bijvoorbeeld in de geosector, daar is een GIN-congres gaande twee zalen verder. En daar zie je de hele specialistische toepassingen voor een taakveld wat voor de meeste mensen redelijk onbekend is. Ja, Google Maps hebben we, maar dat sommige van die hele specialistische taken vragen misschien een dusdanig specialistische uitwerking. Nou, als je dat in de markt wil kopen, dan krijg je gewoon de hoofdprijs doorberekend. Want het is heel specialistisch, heel moeilijk. Nou, als je dat nou eens, zeg maar, ook opengooit, er is altijd wel ergens iemand die een kleine, grotere oplossing al heeft. Voor zichzelf gemaakt. Misschien zelfs in zijn, samen met een paar collega's, puur voor de eigen afdeling. Daar kan iets mee gebeuren. Ik wil niet zeggen dat je het moet doen. Ik zeg alleen van, hé, daar ligt potentie. En aan de andere kant, ja, iemand moet uiteindelijk toch nog steeds service gaan verlenen. En dat zijn voor de meeste overheden misschien wat enge begrippen, maar dat zijn marktpartijen. Dat zijn commerciële dienstverleners. En als je zegt als overheid ga je je focussen op kerntaken, en dan zie je vaak dat ICT dat niet direct is. Nou, dat wordt in shared service centers ondergebracht, dat wordt uitbesteed. Outsourcing is dan ook weer zo'n toverwoord. Maar daar kun je, laten we zeggen, dan vraagt dat wel een ecosysteem om desnoods zo'n servicecenter heen, die uiteindelijk gaat zeggen, jongens, mij kun je bellen. Ik ga voor jou die bug oplossen. Of ik ga die extra functionaliteit inbouwen voor jou. Ze hebben er ook een belang bij. In een tijd dat het economisch slechter gaat, kan ik jullie verklappen dat deze beurs, daar lopen bij een paar mensen gewoon echt absoluut het bloed uit de oren. Die staan hier niet voor niks. Die willen klanten. Heel veel ICT-dienstverleners zijn
gebaat bij continue inkomstenstromen. Nou, service, onderhoud op applicaties die ze niet eens zelf hebben hoeven te maken, die investering hebben ze niet eens gehad, die kunnen ze dus gewoon, die krijgen ze aangereikt, moeten ze zich wel op inleren, maar daar kunnen ze SLA's op afsluiten. Nou, dat zijn continue inkomstenstromen. Als ondernemer zou ik zeggen, ga ervoor, want elke keer maatwerk maken, ja, dat houdt misschien een keertje op. Het komt er dus aan op ja, het belang wat een belanghebbende heeft. What's in it for me? De overheid moet meer met minder doen. Dus bezuinigen. Nou, ik heb net uitgerekend voor jullie dat 60-70% besparing mogelijk is. Je kunt er ook praten in termen, meer kwalitatieve termen, van het is een beter benutten van de middelen die je al hebt. En dan kijk ik gewoon als burger naar die grote overheid, die één grote bak is. En dan zeg ik als burger, jongens, als het daar ligt in die bak, dan kan die kant het ook wel gebruiken. En dat is ook een wens die vanuit de overheid steeds meer opkomt. Van jongens, we zijn te veel dingen dubbel aan het doen. Standaardisatie heb ik zeven al genoemd. Interoperabiliteit. Nou, dat is op dit moment gewoon binnen de wet en regelgeving een must. Een overheid moet zorgen dat zijn, haar systemen samenwerken met andermans systemen. Het is minder erg dan het 10 jaar geleden was, maar het applicatielandschap voor een bepaalde oplossing ziet er best gefragmenteerd uit. Met allemaal leveranciers, ontwikkelbedrijven die hun eigen afgeschermde applicatie hebben gemaakt, die slechts met moeite samenwerkt met andere applicaties. Ja, dan hebben we het begrip koppelvlak. Nou, daar is een hele industrie rond koppelvlakken ontstaan. En ik zeg altijd maar van, is dat nou nodig? Als een overheid meer streeft naar standaardisatie en interoperabiliteit, moeten ze ook steeds meer dezelfde applicaties gaan gebruiken. Het levert ook meer continuïteit voor de initiatiefnemers uit het eerste begin, die ooit eens begonnen zijn met hun eigen behoeften af te dekken om en daarvoor een applicatie te schrijven. Die mensen, ja, als het er 10 zijn, ja, dat is weinig draagvlak. Als je het nou vergroot, keer 100, hey, dan heb je een aantal gebruikers. En ik heb altijd geleerd van hoe meer gebruikers, hoe duurzamer, continuer, laten we zeggen, de tooling die ze gebruiken is. Het zal niet zomaar opeens verdwijnen. Nou, dan hebben we natuurlijk het toverbegrip open innovatie. Maar op het moment dat je gebruik maakt van een open source licentie, nodig je ook partijen waar je nog nooit aan hebt gedacht misschien uit om iets te ontwikkelen waar jij eigenlijk nog nooit aan hebt gedacht, maar wat je hartstikke goed kan gebruiken. Ik ga eventjes wat droge kost, heb ik het maar even genoemd. Software heeft een levenscyclus. Open source software helemaal. Hergebruik software dus ook. Ik ga eventjes hier staan. En ik zit één te vroeg. Te laat zeker. In het begin heb je een aantal ontwikkelaars, ook eindgebruikers, die iets voor zichzelf maken, omdat ze zelf een behoefte eraan hebben. Het stuk software is nog niet volwassen, noem je het. Er zit nog niet het hele scala aan mogelijke functionaliteit wat erin zou kunnen zitten in. De architectuur rammelt ook misschien nog een beetje. Het is een begin waarin je waarin heel snel door wordt ontwikkeld, geprobeerd en in productie gebracht. Op het moment dat het wat meer in gebruik is, er langer in gebruik is, dan zijn de kinderziektes eruit. De pokken en de mazelen hebben we gehad. En we krijgen een soort puberteitsfase. Dat is het moment bij uitstek om te zeggen, hey, de puber wil het huis uit. Want waar het zit, dat is hem te klein geworden. Te benauwd. En die wil de wereld in. En dan is het ook wel eens nuttig om dan rond die tijd te zeggen van, hey, wat hebben we nu echt? Het stukje software is volwassener geworden.
Het is vollediger, het is kwalitatief beter, het is stabieler. En dan durf je misschien wat makkelijker tegen je buurman gemeente of buurman provincie of buurman ministerie te zeggen, joh, ik heb iets, daar zul je vast wel iets aan hebben. Je gaat er niet gelijk mee voor gaas, omdat het zeg maar crasht als je al naar kijkt. Die ander kan ermee spelen. Die kan, laten we zeggen, ook nog een beetje het gevoel hebben van het is nog niet af, maar dat geeft me wel gelegenheid om eigen inbreng erop te hebben. Dus ook meer ownership, meer eigenaar ervan te worden en meer bij betrokken te raken. Dat is bij uitstek een moment om te zeggen, ik wil de boer op met die huis, die inhuisapplicatie. Het is te duur geworden om het te onderhouden. Ik krijg te veel zorgen. Ik krijg allemaal mensen die een helpdesk vragen. Nou, dat wil je allemaal niet. Misschien wil je dat uitbesteden, zeker delen met anderen, die zorg, die verantwoordelijkheid. Gaan we naar wat meer sappige kost. Hergebruik, ik noem het altijd, het is een olifant en die eet je toch stukje bij beetje. Want er zitten toch wel verschillende aandachtspunten aan vast. Allereerst, waarom wil je het? Waarom zou je het willen? Als het puur kostenverhaal is, is prima, is heel legitiem. Maar je kunt ook zeggen van nou, ik heb meer politieke reden. Ik kan me even niet zo snel verzinnen, maar je moet wel heel duidelijk weten waarom je het doet. Want dat bepaalt vervolgens een aantal vervolgstappen. Je moet toch even inventariseren van, ik hoorde vandaag het woord provenance in het Engels. Wat wil dat zeggen? Je wil eigenlijk inventariseren van wat ik daar nu heb gemaakt. Dat is misschien een bijeengeraapt zooitje, ik zeg het even denigrerend, tussen aanhalingstekens, van code van anderen die ik een beetje cut en paste heb gebruikt. De bron, hè, wie heeft het gemaakt, wat voor licentie erop zit, is vaak wat onduidelijk. Nou, je hebt in de markt verschillende toolings die gewoon, daar jaag je de code doorheen. En op voor mij duistere wijze kan hij eruit halen welke stukken regelscode geschreven zijn door wie, onder welke licentie. En dan hou je ook nog een bak over van onbekend. Je kunt namelijk niet zomaar een stukje code van gebruiken en dan doorgeven onder een open source licentie als dat niet compatibel is. Dan ben je dus wederrechtelijk bezig. Dat is wat onhandig. Dus je moet even inventariseren van wat heb je nou. Vervolgens moet je, denk ik, richting een business case gaan werken. De kosten, de baten, maar ook hoe ga ik het aanpakken? In welke fase verwacht ik mijn eerste resultaten? Kan ik mijn eerste resultaten laten zien aan degene die dat geld misschien financiert? De redenen die motivatie komt dan weer terug. Ik heb het woord community genoemd. Vanochtend kreeg ik een hele leuke. En dat was een leuk inzicht, noem ik het maar even. In de open source wereld heb je het begrip communities. Dat lijken zeg maar vrijblijvende samenwerkingsverbanden tussen allerlei gebruikers, technische en niet-technische. En die lijken een beetje op wat we kennen als de traditionele gebruikersverenigingen van de diverse softwareleveranciers. Het lijkt erop. Alleen het verschil is, en ik ga het niet even vertalen, het is als je bacon en egg eet als ontbijt. Ei met ham. Dan is de kip is zeg maar een toeleverancier, die is zeg maar op enige afstand. Dat is een community. Daarentegen een gebruikersgroep, dat is de bacon, dat is het varken. En die is zwaar gecommitteerd. Die levert niet zomaar iets, nee, die loopt ook niet meer weg van die ontbijttafel. Dat is denk ik oordelijk van een community. Je zit er niet per se aan vast, maar je hebt het wel nodig omdat het een bewezen model is voor samenwerking rondom vrijelijk beschikbare software. Er is een hele legio aan voorbeelden. En vanochtend sprak een voormalige president van de Apache Foundation. De zeg maar open source community waar alle anderen naar gemodelleerd zijn.
En die heb je echt nodig, wil je een initiatief als deze kunnen laten vliegen. Heb je toch een soort roadmap nodig? Van hoe ga je, welke functionaliteiten ga je op welke termijn inwerken? Welke technische ontwikkelingen ga je meenemen erin? En dan ga je dan vervolgens toch eventjes heel strak kijken naar hoe zit dat businessmodel van toeleveranciers, overheden die dan zo samenwerken binnen zo'n community. Hoe zit dat in elkaar? Want ja, voor niks gaat de zon op, dus ergens moet geld gaan stromen. Daar zul je met zeg maar beide partijen, beide groepen, moet je daar overeenstemming over bereiken. En daar is denk ik niet een zilveren kogel voor, maar dat is ook misschien een kwestie van onderhandeling. En laat het dan een tijdje vliegen en zeg dan, oké, nu evalueren we, kijken we terug. Wat zijn onze leermomenten? Gaan we door, gaan we niet door? En als we doorgaan, op welke wijze? Wat bij veel communities het geval is, is ze zijn, zeker voor Nederland, relatief klein. We zijn niet groot. 16 zoveel miljoen inwoners. Als je dat afzet tegen Amerika, waar veel meer gebruikers, professionele gebruikers rondlopen natuurlijk, dan is een community bij ons al heel snel in de orde van grootte van tig. Bij honderden, nou, misschien dat een van jullie er eentje kent, met puur Nederlandse ontwikkelaars die, en gebruikers die daar, eindgebruikers die daarin zitten. Maar in Nederland blijf je bij tig. Nou, wil je dan een vuist maken, dan heb je een ander probleem. Daar moet je iets mee. In 2011 had het NOIV, Nederland Open in Verbinding, als programmabureau namens EZ, open source als term ingewisseld voor hergebruik. Ja, dat had een beetje met politieke landschap te maken. Open source was even niet meer zo sexy. En daar zaten wat negatieve connotaties aan. Dat was een beetje de linkse kerk in de Tweede Kamer. En het programmabureau heeft toen gezegd, nou, waar gaat het nou ook echt in wezen om? En dat is dat het herbruikbaar moet zijn. Helaas, het programmabureau die moest zichzelf opheffen eind 2011. En de actielijn die ze daarop hadden ontwikkeld, rond hergebruik, is naar GBO-provincies gegaan. En die hebben, laten we zeggen, een vervolg eraan gegeven. Door te kijken van, nou, wat is er allemaal nodig om hergebruik in politieke, economische, sociale, maatschappelijke, technologische zin vorm te geven. Uit dat project is naar voren gekomen dat er een echt organisatorisch kader nodig was. Een juridische aanspreekpunt, een economische factor. Dat is uiteindelijk de stichting geworden. En die is februari jongstleden opgericht. En daar kom ik zo meteen even nog verder op terug. Hergebruik van ICT en data binnen de overheid is de doelstelling. Nou, dat kun je op heel veel manieren proberen te bereiken. We staan aan het begin van een uniek proces. Nergens in Europa is iets dergelijks zo opgesteld. Je hebt, laten we zeggen, belangenverenigingen en dergelijke en stichtingen die uit een belang zijn van een bepaalde belangengroep zijn opgezet. Maar zoiets als hier, waarin vanuit de overheid zelf, vanuit een aantal overheidspartijen, is gezegd, wij gaan dit hergebruik proberen aan te jagen. En we zijn daaraan gecommitteerd. We verschaffen daar middelen toe. En wij proberen de software die wij al best wel intern hergebruiken, nu beter te borgen en duurzamer te maken en ook zeg maar als voorbij ons eigen organisatie neer te kunnen leggen voor Nederland. En dan praat ik misschien wat vaag, maar het is toch het algemeen belang wat een overheid daarmee dient. De stichting die treedt op in verschillende rollen. Het is nieuw. Mensen weten nog niet zoveel over hergebruik, of misschien wel. Maar je kunt wel optreden als adviseur. Het proces van hergebruik kun je meehelpen ontwikkelen. Kun je begeleiden.
voor kansrijke initiatieven uit die peuterfase die we ze even zagen, kun je zeggen, wij vormen een incubatorrol. Zodat ze zich dadelijk tot adolescent kunnen ontwikkelen. Nou, het is ook een hele makkelijke misschien, maar in de praktijk ook al moeilijk gebleken, is het makelen en schakelen tussen vraag en aanbod. Misschien zit hier iemand die heeft een applicatie, maar weet bij God niet wie er anders in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Nou, om dat zelf uit te gaan zoeken is best lastig. Dus als je een assortiment van marktplaatsomgeving kan creëren, dan is dat makkelijker, zeg maar, te faciliteren. Op dit moment zijn we kwartiermaker van een van de eerste hergebruikprojecten in Nederland sinds 2004. Het Flamingo Geo-CMS. Die zit, zeg maar, in de fase van, nou, 18-jarigen. Die mag stemmen, toch? Nou, die moeten nu als, zeg maar, gemeenschap van eindgebruikers en ontwikkelpartijen, moeten ze nu echt gaan groeien. Met 35 gemeentes, iets van 7, 8 provincies, ik praat even uit mijn hoofd, als gebruikers, en in ieder geval één ministerie en één ZBO, is de gebruikersbasis voldoende om te zeggen, oké, het is volwassen genoeg en nu moet het door. Dus dit hele community verhaal erom, dat ecosysteem eromheen, dat moet nu ook meer vorm gaan krijgen en daar zijn we dan bij betrokken. Nou, we kunnen ook zeggen, voor wie het iets zegt, hier heb je een code repository. Gooi je code erin, inclusief documentatie graag. En dan zetten wij het op de website en is het vrijelijk te downloaden voor anderen. En die kunnen er ook informatie op aanvragen. Communities, gemeenschappen als binnen de open source wereld, ja, daar gaat het ook over geld. We hadden het over de business modellering zo even. In wezen kun je zeggen, samen met verschillende communities proberen gezamenlijk op te trekken en een stuk financiering ook te kunnen regelen, is makkelijker dan ieder voor zich en God voor ons allen. En in juridische zin, ja, als een community is niks. Dat is iets virtueels. En veel opdrachtgevers vinden het wel prettig als er een juridische entiteit is achter zo'n stuk hergebruikbare software. In de praktijk stelt het misschien minder voor, maar het is wel handig en je bent een aanspreekpunt namens, zeg maar, een hele belangengroep. En als laatste, je bent een bewaker van het stukje governance. He, van hoe zijn jouw besluitvormingsprocessen intern geregeld binnen zo'n community? Zijn die transparant genoeg? Zijn die uitnodigend genoeg? En blijven die dat ook? Een stuk kwaliteitsbewaking. Het mooiste zou zijn als alle projecten binnen zo'n stichting letterlijk van een dusdanig hoge kwaliteit uiteindelijk worden, dat iemand zegt, oh, als je daar bij die stichting zit, geweldig, want dan vertrouw ik het. En uiteindelijk, ja, je zorgt voor een stuk continuïteit, linksom of rechtsom. Als meerdere communities erbij betrokken zijn, krijgt het ook, laten we zeggen, meer tractie. En is het ook een momentum, een vliegwiel, een zwaar middelpunt vliedende kracht, die uiteindelijk ervoor zal zorgen dat het niet morgen de grond in duikt. De organisatie, bestuur per april, Michelle Frans, directeur GBO Provincies, Henk van der Kamp van de gemeente Rotterdam. En juist ook omdat het Flamingo verhaal, de Flamingo Geo-CMS, als lanceringsproject erin zit, is Thierry Karis vanuit provincie Zeeland in het bestuur erbij gekomen. Dit is een eerste afspiegeling, maar naarmate het aantal projecten groeit, en vanmiddag ga ik praten over een rijksproject, volgende week over een gemeentelijk project, dan zal dat ook gereflecteerd worden in de bestuurssamenstelling. Dat geeft ook wat meer bestuurlijk politiek draagvlak. Nou,
Ik ben als decadeur aan zet. En ik ben op zoek naar op dit moment naar meerdere hergebruikinitiatieven waarin, laten we zeggen, publiek-private samenwerking tussen overheden en dienstverleners rondom communities kan zorgen voor een versnelling, groei van de individuele hergebruikprojecten. Met dienverstanden, een community heeft een hoge mate van autonomie. Dat is ook nodig, want de software lijkt niet op elkaar, de culturen lijken niet op elkaar. Dus in dat opzicht zal een huishoudelijk reglement van een community verschillen misschien van zijn buurcommunity. Is niet erg, maar het geeft in ieder geval de mogelijkheid om ook meer eigen inbreng vanuit de gebruikers in te werken. Nou, ik heb net het Flamingo GeoCMS genoemd. Rijk, provincies, gemeenten en anderen, die zijn nu ook aan zet. De organisatorische infrastructuur ligt er. Is relatief uniek, maar het is beter dan niks. En dat is op dit moment het geval. Tot op heden was er niks aanwezig wat dat kon faciliteren. En de initiatiefnemers hebben er ook wat aan. Meer met minder, beter benutten, ook, dat geldt ook voor hun. Zij zijn ook gebaat bij een stuk standaardisatie van hun eigen initiatief, dat het aansluit op andere software. Interoperabiliteit hebben we dan gehad. Continuïteit. Ieder voor zich, God voor ons allen, gaat niet werken. Dat weet ik nu al. Nederland is vol met verenigingen, stichtingen en andere belangenclubjes. En die leiden allemaal een noodlijdend bestaan op dit moment. Gooi het op één hoop en dan wordt het nog wat. En ja, ook zij zijn gebaat bij nieuwe inzichten, nieuwe mensen bij hun initiatief te betrekken. Zelf gaan ze dat niet doen. Een overheidsambtenaar is niet degene die moet vragen van, joh, by the way, het is misschien niet je taak, maar je gaat ook even meerdere gebruikers voor jouw applicatie regelen. Los van even of die het kan of niet kan, maar het wordt in ieder geval niet tot zijn takenpakket. En een leverancier die dat gaat zeggen, is bij voorbaat verdacht. Met andere woorden, een neutrale tussenpartij zou daar een absolute bijdrage in kunnen leveren. Ik heb het precies 5 minuten voor tijd. Zijn er vragen? Opmerkingen? Tomaten? Ik ga even zoeken naar een microfoon. Nee, die hebben we niet. De vraag herhalen. Ja, ik zal hem herhalen. Security aspect. Ik heb het nu bij 5 verschillende spreekbeurten van mensen die gehoord. Het is echt een enorm hot thema. Ik denk dat de security dienstverleners ongelooflijk goed bezochte stands hebben. Security. Dat is enerzijds afhankelijk van de desbetreffende software en hoe die is ontwikkeld. Wat je kunt doen vanuit overheidswegen wordt er al, laten we zeggen, ik heb gisteren begrepen, een tier 3 niveau al gevraagd. Dat kun je als stichting oppakken en zeggen van, in de roadmap van de individuele projecten is dat een streef-eikpunt. Daar zul je naartoe moeten. Wil je binnen de overheid nog steeds geaccepteerd blijven? Daar kun je een vertaalslag in maken. Je kunt het opnemen in een proces van verdere ontwikkeling en dat managen. Ik ga niet zeggen dat het er is of het er niet is, maar je moet het ergens in borgen dat het in ieder geval gaat komen. Andere vragen? Ja. Kunnen we bestaande softwareontwikkeling ook overnemen door naar een dergelijke overheid? Ik kom vanuit de waterwereld. Ja. En die zit op dit moment vast. Ja. En ik zie nu misschien mogelijkheden om dingen weer door te laten ontwikkelen. Om het juist open te stellen. Maar hoe kom ik van wat nu zijn naar open? Want ik kan niet in het zicht van zitten gewoon echt in de link. Oké. Waterschap Friesland. Ik kan het niet uitspreken op jullie. Die hebben een software. En hebben het gevoel dat dat
zelf ontwikkeld. Met de waterschappen zelfs landelijk ontwikkeld. Nog mooier, ik ga echt met jou praten dadelijk. Daar is een heel traject blijkbaar vastgelopen in de doorontwikkeling, neem ik aan. En de vraag is nu, van hoe kan zo'n stichting daarin bijdragen om dat misschien weer vlot te trekken? Door het bijvoorbeeld open te stellen. Nou, ik vind dat echt een prijzenswaardig eerste zet. Ik bedoel, daar ben ik helemaal happy mee. Want wat ik eerder aangaf, je hebt een paar van die aandachtspunten. Je moet onder de motorkap kijken van wat heb je nou. Mag dat vrijelijk beschikbaar zomaar worden gesteld? Ten tweede, welke juridische afhankelijkheden zitten er al dan niet op? Ten derde, hebben jullie in enigerlei wijze al een organisatie die iets kan betekenen als, ja, wat ik even noem, nucleus van zo'n community? Het moet ergens beginnen. Als jullie al de eerste gebruikers zijn. Nou, hoeveel waterschappen zijn er? 25. Nou, 25. Nou, zeg dat er eentje per waterschap tikken je bentum is. Dan heb je in ieder geval al 25 eindgebruikers, zeker schuine streep ontwikkelaars. Die, laten we zeggen, al een eerste vliegwiel in werking kunnen zetten. Maar het is heel erg ook afhankelijk van wat is het bereik? Hoeveel gebruikers zie je op termijn? Welke functionaliteiten wensen jullie nog? Waarom is dat project of is dat hele traject vastgelopen? Ik denk dat daar eerst ook wat in inventarisatie ook op moet worden gedaan. Dus als je kijkt dadelijk mijn kaartje en ik wil graag jouw kaartje en dan praten we verder. Andere vragen? Nee? Ja, Jeroen. Tomaten zei ik. Ja, je richt een stichting op, maar er bestaat ook wel een stichting, Price Foundation, dus Geo Foundation, ook de Nederlandse afdeling. Wat doe je meer dan dat? En ik kan je ook daarbij aansluiten, dan heb je een wereldwijde community om samen te werken. Je krijgt een tomaat terug, want de vraag is. Er bestaat al internationaal osgeo.org. In Nederland hebben we osgeo.nl. En nou, waar ik toevallig ook lid van ben. Wat voegt deze stichting naartoe? De eerste tomaat terug. osgeo.nl heeft nog geen doelstelling. Ben jij aan mij dan? Precies. Dus dan wil ik graag praten over samenwerking. Want die stichting, het is niet een hiërarchisch verhaal. Hè? Het is niet zo van hier de stichting en daar zitten onder al die individuele projecten en tikkie Mark, je bent hem als het misgaat daar helemaal beneden. Nee, er zit ook een eigen verantwoordelijkheid en, autonomie in. Dus het logo wat ik had, die laat ook zien, het is niet een soortement van gecascadeerde organisatievorm. Het is een netwerk waarin je op bepaalde punten samenwerkt. Het komt ook terug in de rollen. Afhankelijk van de behoefte aan samenwerking en het onderwerp van samenwerking, kan de stichting een bepaalde rol innemen. De ene keer zal het zijn van, we gaan samen achter financiering aan. Volgende keer is het, hey, ik heb hier een paar incubatieprojecten. Die moeten, laten we zeggen, opgepakt worden. osgeo.nl, de Nederlandse organisatie, heeft niet de capaciteit of infrastructuur om dat structureel naar een volgend niveau te kunnen brengen. Ik praat ook alleen nog over de Nederlandse grens als zeg maar kader. Ik praat niet over osgeo.org, dat is wereldwijd en dat is buiten mijn zichtveld. Klinkt wat raar, maar in Engeland zeiden ze altijd buy British. Nou, Nederlandse nering noem ik het maar even in dit geval. Je kunt voor Nederlandse situatie kijken naar, hey, wat willen jullie nu precies? Wat kunnen wij? En of het iets toevoegt, dat bepaal je beide. Maar in ieder geval is wat er hier ligt meer dan wat er is. Vind je niet? Nee, je kan aansluiten bij bestaande communities. Je leert dat wij heel goed moeten kijken naar wat het is. Een soort koppelijke visie in die zin. Want er ligt de punten die er zijn die jij kan faciliteren voor de stichting.
die zijn al geïmplementeerd. Ja. En hebben die tractie? Drupal.gov is flink zoekende. Je hebt Typo3 Gem. En dat is, ik weet niet eens of dat een stichting is. Dat is allemaal te klein. Het is allemaal te pieterpeuterig. Nee, de community ben jij. Dus op het moment dat jij een andere community start, heb je er twee klein. Of één grotere en een hele kleine. Ik zeg ook niet dat er naast osgo.nl nog een community moet komen. Maar ik zou graag ermee willen samenwerken. Net zoals met Drupal.gov. Dan heb je samenwerking tussen twee stichtingen, maar je wil juist dat er energie gaat zitten in het project, niet in de stichting. Ja, maar die energie zie ik nu bij al die kleintjes of te weinig of weglopen. Ja, maar je moet er zelf bij maken. Dus dat is een moment waar je terug bij jezelf. Nee, dat komt natuurlijk terug bij jezelf. Maar je kunt wel met een stuk schaalvergroting zorgen, want aan het einde van de dag gaat het nog steeds om geld, hè? Elk apart ga je het niet krijgen in die mate dat je die energie... Hè? Kijk, open source, dat is mijn kritiek op de open source wereld. Er werd altijd gezegd, god, wat zijn we ontzettend blij en happy en gaan we leuke dingen doen met elk zelf. En gratis en voor niks werk ik. Nou, dat is helemaal voorbij. Dat is echt over. Open source is net zo goed een businessmodel waar ook binnen zo'n community over geld wordt gesproken. Juist daarom dat je daarin samenwerkt. Nu richten we een soort overheidsstichting op, ja, waar bedrijven in zitten. En juist voor de duurzaamheid moet je hebben dat de bedrijven erbij zitten en de gebruikers. Laat ik het dan omkeren. De eindgebruiker, de overheid, heeft in een gemiddelde open source community nakko te vertellen. Niente. Nada. Tenzij die technische kudos heeft, want dan wordt hij gehoord. De Apache Foundation is een hele kleine verzameling van hele nieuwe ontwikkelaars. Maar het gaat niet meer over de software. Het gaat meer over de sociale skills die je nodig hebt om dat in essentie een briljant idee is, gewoon te kunnen verspreiden, bedrijfsleven in de maatschappij. En dan gaat het dus niet om van, oh, ik ken 14 programmeertalen. Het gaat erom, kan ik een convert aandoen? Kan ik tegen mensen een verhaal vertellen dat ze snappen? En dat staat in schril contrast met de communicatieve vaardigheden van de Apache Foundation en eigenlijk zo'n beetje de hele open source wereld. Ja, ik ben het niet mee. Nee, dat snap ik. Kan een Apache Foundation dan met de Nederlandse overheidsorganisatie een service level agreement afsluiten? Nee, natuurlijk niet, maar daar hebben ze juist behoefte aan. Dus ruimte voor andere initiatieven. Jeroen, wat vind jij ervan? Voor service level agreements kun je naar bedrijven. Hè? Dat is het business model erachter. Maar dat is maar een deel van het hele probleem. Je zit nog altijd met... Als jij een service level agreement wil afsluiten, dan ben je dus al overtuigd dat je een product wil. Dit is, hoe kom ik tot dat moment? En als ik probeer, want ik doe al sinds 1997 een beetje open source promotie in de wereld en in Nederland. Zie een aantal van de boeken. Dan is het elke keer weer de gap met het bedrijfsleven, normale gebruik. Als je een techneut vraagt, dan is hij gefrustreerd. Een open source techneut vraagt van wat vind je van open source, dan zijn ze gefrustreerd. Want Linux doet het briljant, LibreOffice is geweldig, waarom gebruikt niemand dat? Ja, nee, daar gaat het niet om. Mensen weten het niet. En als jij dan naartoe loopt met, ik heb iets heel moois, moet je eens kijken. Dan zegt die gebruiker, maar wacht eens even, ik ben niet geïnteresseerd in een ander office pakket. Ik ben geïnteresseerd in mijn werk te doen met het gereedschap wat ik ken. En dat is een dimensie die de gemiddelde ontwikkelaar niet snapt. Nou, daar moet je dus vervolgens een stuk promotie naar doen. Maar educatie, opleiden, zeggen ja. Maar kijk eens, probeer het. Het is een office pakket. Als jij met office pakket A kan werken, kun je met office pakket B werken. Alleen het verschil is, het scheelt je €500 per gebruiker. En die gemiddelde ontwikkelaar komt zover niet. Nee, maar dan heb je niet een stichting. Een aparte stichting. Je hebt een platform nodig. Ja, een platform waar de eindgebruiker, de overheid, zich in kan vinden. En die kan zich niet vinden in de traditionele open source communities as is. Ja, dat zijn niet mee. Nee, ze kunnen het niet. Het is een totale disconnectie tussen twee werelden. Ja.
Maar goed, laten we het hierbij laten. Jeroen en ik zien elkaar om 2:30 bij een, hoe heet dat, een paneldiscussie over hetzelfde onderwerp. Gaan we elkaar nog eventjes in de haren. Jeroen, bedankt voor jouw reacties. Anderen, allemaal heel erg bedankt voor jullie komst. En ik ga met Waterschap Friesland eventjes praten.